ben dus op de hoogte van de regel van de veiling. Nee, dat is veel. Maar we gaan alle kunstwerken veilen. We beginnen bij 1000 euro en dan zakken we langzaam af. En we beginnen bij mijn kunst dan, denk ik. En ik denk, Dirk van Dien zijn we zo tegen een uurtje of 12. Vind je het erg, Dirk? Oh, sorry. Nee hoor, jongens, schatje. Ik wou graag, we hebben natuurlijk bij een opening hoort altijd een deskundige. Of een houten methode, of iets van een wethouder of de burgemeester. Marja wilde niet. Die zegt, ik heb er nou wel genoeg gezien, die kunst van jullie. En Marja is van verbinden, weet je wel. Dus die zit in het ziekenhuis nou te verbinden. En ik heb uitgenodigd iemand die thuis is in de kunst. En dat is heel moeilijk te vinden tegenwoordig, zeker in Delft. Er zitten alleen maar nerds in Delft. Maar van die TU-types. Nou, je kent het wel. Maar gelukkig, we hebben hem gevonden. Hij woont ergens in een steegje. Hij is al jaren bezig met kunst. En dat is professor van der... Oh jeetje, hij heeft zijn naam net genoemd. Hè? Ik heb geen briefje. Professor, hoe heet u ook weer? Van der Stulk. Oh, van der Stulk. Ja, professor van der Stulk. Mag ik even applaus en... Ja, sorry, de wortel. Even applaus en aandacht voor professor van der Stulk. Oké. Mijn naam is professor W.T.P. van der Stulk, Willem Tienes Pieter. Specialist in de mensgangen, mij nu verdiepend in de kunst. Wanneer ik u nu eens vraag om te omschrijven wat u onder kunst beschouwt, dan zal uw definitie ongetwijfeld inhoudelijk verschillen met die van uw buurvrouw, uw buurman, of welke voorkeurssekse degene naast u ook prefereert.